Mensen zeggen wel tegen mij, en vrienden ook, jij bent erg oplossinggericht. En dat klopt inderdaad ook wel. Ik heb het ook daarna ook netjes op mijn cv gezet. Mijn vrouw is dat trouwens ook. Die vindt overal wel een oplossing voor. Dit kleedje was ook haar idee, want dan blijft de tafel mooi. Alleen jammer genoeg zie je de tafel wat minder en het stoere karakter is in feite een beetje weg. Maar goed, het staat wel gezellig en het is even iets anders. Even iets anders is ook de koffie die ik ga testen. U had het waarschijnlijk ook wel gezien. De link naar oplossingen, oplos koffie, is gauw gelegd, vind ik dan. Ik ga er dus twee testen van dezelfde of van hetzelfde merk. Dat is deze Grandos Café Classical. Dat klinkt hartstikke Spaans, maar het is gewoon gemaakt in Duitsland. En dat is een koffie van rond de 2,50 euro of 40 euro, iets dergelijks. Dat is redelijk goedkoop. Het is natuurlijk geen A-merk. Je proeft het ook niet als een A-merk, maar het is redelijk goed te drinken als vervanger van je dagelijkse kop. Als je eventueel niks in huis hebt, dat kan toch. Tenzij je totaal geen fan bent van oploskoffie, kan me zo voorstellen. Dan koop je natuurlijk iets anders, maar het is even een noodgeval, zeg maar, dan drinken we dat. Ik ben ook niet echt een fan, maar als een nood echt is, dan af en toe wel. En natuurlijk voor deze test. Het klinkt op zich niet zo heel speciaal, maar er zit onderling zelfs nog verschil tussen. Dat kan ik u ook laten zien. Hier staat oploskoffie, instant koffie, 200 gram. Dat is inmaar gemaakt natuurlijk in Duitsland. Duits extract. Dat is ook wel grappig, een Duits extract onthouden. En op de zijkant, op de andere kant, staat hoe je het klaar kan maken. En hier staat erbij, gebruik een theelepel oploskoffie. Nou, een theelepel is soms nog te weinig, maar goed, per kop. Of eigenlijk kopje dan, dan zou het misschien nog gaan. En giet er kokend water over en roer, voeg suiker, melk naar wens toe. Natuurlijk kan je ook andere spullen er toevoegen. Een zoetje, slagroom of iets dergelijks of anders. En als je het na openen kunt 4 weken houdbaar houden. Wist u dat? Nou, dat is een leuk verhaal wat ik ooit even tussendoor even wil zeggen. Wat het ooit een keer gebeurd is. Ik kreeg, toen ik klein was, jaren geleden een klein Nescafé potje. Daar zat ook echt koffie in. Dat is zo'n proefpotje, zeg maar. Van plastic dan. Niet zo'n potje, maar echt van plastic. Het leek net alsof het zo van de winkel kwam, maar dan veel kleiner natuurlijk. Ja, ik was daar helemaal wijs mee. Ik lustte toen helemaal geen koffie, maar ik vond het wel leuk. Iets kleins, wat je eigenlijk dagelijks gebruikt. En heb het dus leuk neergezet bij mijn speelgoed bijvoorbeeld. En wil het nog een keer gebruiken, gewoon als open en dichtbaak. Je weet wel, dat vinden we allemaal leuk. En komt tot de conclusie dat al die korreltjes hartstikke blauw zijn geworden. En dat is niet blauw van de schimmel. Nee, je zou het bijna kunnen gebruiken als een blauw pigment. Dus dat is het eigenlijk. Ook niet door het vocht of wat dan ook. Nou, het schijnt dus te verkleuren als je het heel lang bewaart. Natuurlijk gaat de smaak ook weg. Maar goed, dat is even een klein verhaaltje tussendoor. Nou, de andere Grandos, dat is een andere. Ze zeggen ook expres. En ik weet niet of het nou expres zo gedaan is. Of het ook, zo lijkt het in feite, alsof het kopje koffie wat sterker gaat worden als je deze Grandos expres gebruikt. Of per ongeluk gebruikt. Of hoe zat dat nou? Om nou de link naar de Nespresso of de Espresso te leggen. Deze pot lijkt er erg op. Dus is eigenlijk, nu hebben ze het waarschijnlijk niet meer, deze potten. Maar
Ja, het is dat het er niet op staat, maar deze potten waren er toen van. Nu gebruiken ze wat kleinere potten, dat is het hele verschil. Ja, nou, dan kijk ik ook het verschil laten zien. Natuurlijk ook weer gemaakt in Duitsland. En hier staat ook, doe een koffie, een lepel in een kopje en voeg er warm, niet kokend water aan toe. Kijk, zie je, dat bedoel ik. Dat is al een verschil. Hier dus kokend en hier dus warm. Nou, het grote verschil is volgens mij... ja, de poedervorm, maar hier staat ook instant koffie spray dried. Wat dat voor moet stellen, ik ben er ook niet zo heel erg thuis in eerlijk gezegd, maar het is sproeidroog. Ja, het zou allemaal wel. Maar goed, daar gaat het om, eigenlijk om de smaak. Ik heb dan ook 2 kopjes, daar doe ik ook gewoon een zoetje in. Hier ook gewoon een zoetje in. En dan gaan we ze gewoon alle 2 testen. Deze als gewoon om ernaast te zetten. Die is nou redelijk drinkbaar. Anders koop ik hem echt niet. Ik doe er voor beide 1 schepje in. Deze is pas nieuw. Het folietje zit er zelfs nog op. Kijken of we dat nog een beetje eraf kunnen halen. Ja, dat gaat. Mooi. Ook daar doen we 1 schepje in. De kleurverschil is al groot, zie ik. Ik zou het eigenlijk moeten doen. Een ander merk ernaast moeten zetten. Een soort van Douwe-Egberts bijvoorbeeld. Die gebruikt ook poeder. Enkele keer. Tenzij het nu veranderd is, dat kan ook. Nou goed, water eroverheen. Nou hoort hier kokend water overheen. Dat is, doe ik nu wat minder. Ik doe hem niet helemaal vol. Zo ongeveer. Is het dan gelijk toch? Nou, een paar drukjes weer. Zo. Dan gaan we dus roeren. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Proost. Nou, natuurlijk smaakt het erg naar oploskoffie. Maar deze is al sterk genoeg. Hier hoef ik in feite, wat mij betreft, niks aan te doen. Nou, naar de Grandos Express. Ik heb het gevoel dat het expres duidt op het poedervorm. Dat het sneller oplost. Maar ja, ik zie eigenlijk geen verschil qua oplossing. Oké. Al zou het zo zijn. De poedervorm. Je doet er 1 schepje in. En dat zal beter oplossen. Ongeveer gelijke hoeveelheid heb ik in het bekertje gedaan met ongeveer de hoeveelheid water. Toch moet je weer een handeling extra doen als je bedenkt dat deze koffie misschien wel iets slapper is als deze Classical. Wat mij betreft mag er nog een schepje bij. Zal ik ook doen. Dat is de oplossing. Als dat de oplossing is, een schepje bij te doen, dan doe ik dat. Gewoon. Misschien ietsje te veel. Misschien een half schepje. Kan. Kijk, nou gaat het een beetje gek doen natuurlijk. Misschien dat het nu net iets te sterk is. Dat kan ook maar zo. Nou, dan gaat hij. Proost. Ja, dan ga ik wat terug naar de gewone. Ja, inderdaad. Ik had er een half schepje in kunnen doen. Dus eigenlijk 1,5 schep.
En hier, met deze korrels, heb je één schep, heb je in feite al een redelijk sterk bakje. Wat betreft met de oploskoffie. Wat kost nou zo'n Grandos? Dit had ik al verteld, rond de 2 euro en nog wat, laat het 40 zijn. Dan kan je dus een aantal dagen tegenaan. Deze andere pot lijkt meer, maar heeft ook 200 gram. En wat kost deze nou? 1,50 euro. Oké, je gebruikt wat meer, maar je kan dan toch eventjes terecht. Hè, je bent dan toch eventjes onder de pannen een oploskoffie voor, ja, als nood, zeg maar. Tenminste, zo gebruik ik hem dan. Welke nou lekkerder is, dat is eigenlijk bijna gelijk. Ik denk ook echt dat ze duiden aan de poedervorm expres. Met andere woorden, het is sneller. Je hoeft het water ook niet te koken. Dat is het. Dat denk ik eerder. Als je wat meer geduld hebt, gooi je natuurlijk hier kokend water overheen. Met één schepje ben je eigenlijk al klaar. Dus dat is maar net wat je wil. Als je haast hebt, koop je die pot. En minder haast heb je die pot. Wil je meer overhouden en langer meegaan? Volgens mij dan toch deze. Qua smaak maakt het in feite helemaal niets uit. En dat was het. Dit was Kluit het Jelles met een dubbeltest Grandos oploskoffie. Klinkt hartstikke Spaans, maar gemaakt in Duitsland. Ik dank u voor het kijken. Heb nog een hele fijne dag. Of anders een prettige avond. Dag, dag.